Vincent, ik moet het vragen. Je oor, waarom heb je je oor afgesneden? Ik was verliefd, Doreen. Ken je dat? Verliefd. Zo verliefd dat je er gek van wordt. Dat je iedereen die in de weg zit in elkaar wil slaan. Oh ja, dat ken ik. Ja, ik was jong. Ik liep stage bij de Afro Radio. En ik was zo verliefd op de barvrouw. Maar mijn vriend Gauguin ook. Dus wij zuipen en wij knokken. En ik pak mijn mes. Ja, maar ik schiet uit. En oh, snijd mijn eigen oren af. Auw. Gaat het? Ja, gaat wel. Nou ja, toch leuk om te weten. Nou, de volgende... Hoi! Hoe heet je? Vincent van Gogh. En jij denkt dat je kan schilderen? So you think you can paint. Ik moet schilderen. Als ik niet schilder, word ik gek. Maar als ik wel schilder, word ik ook gek. Gek! Ik word hoe dan ook gek. En wat schilder je? Schilder je mooie landschappen, wolkenluchten? Paarden, mooie portretten, daar houden mensen van, hè? Als het maar lijkt. Nee, dat doe ik niet, die zoetsappige troep. Ik doe iets anders, mijn eigen ding. En wat is dat, je eigen ding? Ik schilder wat ik droom, wat ik voel, wat eruit moet. Bam! Rood! Fel! Zwart! Nou, laat maar zien. Dit is... Sterrennacht. Dat is ongelooflijk. Zo ontroerend, zo origineel, zo nieuw, zo modern. Zo afschuwelijk! Maar ja, dat lijkt toch helemaal niet op een ster. En moet dat een boom voorstellen? Nou, sorry, maar dit is echt een kindertekening. Kindertekening van een heel eng ziek kind, ja. Dat al het blauw. Dit is mislukt, hoor. Laat nog eens wat zien. Dit zijn mijn zonnebloemen. Oh ja, vaas met bloemen. Origineel, boring. Het is toch veel te geel? Het is geel, geel, geel en zo gort droog. Krijgen die bloemen geen water? Next. Next. Dit is de kamer. God, wat een armoedige hok, zeg. Dat wil toch niemand zien, zo'n doorgezakt bed? We willen paleizen zien. Sorry, maar waarom wil je ons zo straffen? Maar dit is toch modern, vol passie? Dit zijn toch meesterwerken? Oh, dus jij ziet dit wel in een museum hangen. Denk je dat iemand daar tegen kan? Moet je je voorstellen, een hele zaal met die troep. Met een heel museum vol met dat geklieder. Ja, en dan noemen we het, hoe heet je ook alweer? Het Van Gogh Museum. Ja. Nou, dat gaat lopen hoor. Zie de rij al voor je? Mot. Vincent, ik denk niet dat je ooit een schilderij zal verkopen. Ja, misschien eentje als je mazzel hebt. En we proberen alleen maar eerlijk te zijn om je te helpen. Ja, misschien kan je beter een vak leren, hè? Huisschilder. Ben je ook lekker met een kwast in de weer? Ja, lach maar! Maar ik ga door. En ooit word ik de beroemdste schilder van de eeuw. Goed zo. Keep on dreaming, Van Gogh. Volgende!